zet hem even uit. Nee, 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 nee. Nee. Kom eens even, lieverd. Kijk eens. Nee. 1 uur eerder. Joey loopt samen met zijn moeder het onderzoekslab van de Universiteit Tilburg binnen. Kom hier eens zitten. Kijk eens. Joey is niet alleen. In totaal hebben we 4 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar... met hun ouders uitgenodigd voor het experiment met een tablet. Mama, dan mag je uit de doos mag je de tablet pakken. Die mag je gewoon voor haar op tafel leggen. Verder nog niks mee doen. Hoe groot is de aantrekkingskracht van de tablet op de peuters... die deze niet vaak gebruiken? Leg de tablet maar een beetje in beeld. Niet geïnteresseerd, prima. Nou, hij heeft ook nog nooit een tablet gezien. Hij heeft nog nooit gezien? Nee. Babybreinspecialist Marion van den Heuvel houdt samen met haar Vlaamse collega... neuropsychiater Theo Kompernolle alles in de gaten. Dan mag je nu het spelletje van Nijntje gaan starten. Wat moet je doen? Weet je het al? Kijk, hij weet al hoe hij moet swipen. Ja. We zien eigenlijk ook dat baby's soms al kunnen swipen. Ja. Dat zien ze waarschijnlijk van de ouders. Dan is ook een misverstand bij ouders die zijn dan zo trots dat een kind van een jaar al kan swipen. Kijk eens wat hij kan, kijk eens wat hij kan. Puur geconditioneerd als een diertje. Dus als je het goed doet, zeg het pillewit. En als ik quote het pe. En dan is een kind van een jaar kan al helemaal gevangen zijn in zo'n spelletje. En de ouders denken dat het kind iets geleerd heeft. Ja. Ja. Maar dat kind heeft niks geleerd. Ja, en wat zonde is, dat vergeten ouders dan. Want dat het dan leert het kind de vormpjes, maar het leert niet de motorische vaardigheid. Ja, want dat is juist aan die vormenstoof ook zo belangrijk. Het erin flutten. Ja, ja. En, en motorische vaardigheden leer je niet van een scherm. Dat ja, nee. Hé, hey. Wil jij dan toch liever deze kijken? Na het gamen mogen de peuters naar een rustige video kijken... zoals TikTok, de Teletubbies of Boomba. Zeer geschikt voor kinderen van deze leeftijd. Oh, dit is mooi. Ja, wat ook goed is, dit is ook de content waar er ruimte is voor het kind. Dus in deze content zitten pauzes, er zitten rustmomenten... er wordt niet de hele tijd gepraat. Dus de verhaallijn is ook heel kort of afwezig... waardoor je ook ziet dat het kind de mogelijkheid heeft om even iets anders te doen en dan weer terug te kijken. Dus eigenlijk, een kind hoeft niet gebiologeerd tv te kijken. Dit is prima. Goede content heeft volgens Marion ook een duidelijk einde. Met figuurtjes die letterlijk dag zeggen. Waardoor je het kind gemakkelijker van het scherm krijgt. Maar dat werkt niet altijd. Zet maar uit. Nee! Jawel, kom. Ik uitzetten. Wat zeg je? TikTok? Ja. Ik vind dat hij anders reageert als hij speelt met een tablet... dan wanneer hij speelt met gewoon speelgoed. En als hij niet mag verder doen, dan reageert hij... bozer dan bij ander speelgoed. Ja. Een soort verslavend effect. De peuters krijgen nu een andere video te zien. De slechte content, volgens de wetenschappers. Gemaakt voor kleine kinderen, maar niet aangepast aan de leeftijd. Met een complexe verhaallijn en geen duidelijk einde. Lukt het de ouders nu nog om bijvoorbeeld met hun kind te praten? Wie is dit? Ja! Hey. Je ziet nu ook dat papa al een paar keer een vraag stelt... en dat hij eigenlijk niet kan reageren. Kijk, er is nu bijna geen contact meer. En dat komt met name omdat dit filmpje te... Dit is niet voor zijn leeftijd. Je kunt het ook aan je kind dus zien. Als je kind zo reageert, dus eigenlijk niet reageert... dan weet je eigenlijk dat de content te zwaar is. Hij heeft al zijn hersencapaciteit nodig om dat dit, te, bevatten, hè? Om dit te verwerken. Ja. Ik zie daarin het begin van een verslaving. En de eerste is natuurlijk scrollen. Dat kan eindeloos doorgaan. De snelle wisselingen zijn belangrijk. Het ritme, het geluid, dat is echt bestudeerd. Beloningjes die iedere keer krijgt, de piepjes en de muziekjes die je krijgt. Dus ik vind het eigenlijk heel erg. Het is een verslavend medium dat steeds meer kinderen in de greep houdt. Dat blijkt ook uit recent onderzoek van Netwerk Mediawijsheid. In 10 jaar tijd is de schermtijd van kinderen van 0 tot 6 jaar verdubbeld. Kinderen tot 6 jaar brengen gemiddeld 99 minuten per dag achter een scherm door. En hoe ouder de kinderen zijn, hoe meer ze naast tv ook video's kijken of gamen. 6 op de 10 kinderen zit achter een scherm zonder dat een ouder meekijkt. Omdat die de handen vrij willen hebben voor werk of huishouden.
Kijk eens. Ja, ze pakken nu zijn favoriete speelgoed. Rijdt hij gewoon? Hij kijkt er wel naar. Zie je dat? Gaat hij vanzelf? Maar... Gaan we een grote weg maken, hè? Zo. Gaan we zo, hè? Hij is een tweestrijd. Ja, hij is een tweestrijd, ja. Zie je het? Er zijn ondertussen wel verschillende studies die laten zien dat kinderen die veel naar schermen kijken, dat het de hersenen ook echt veranderen. Dat is op de breinscans te zien. Dat brein functioneert anders en minder goed. Maar wat we niet weten, is dat blijvend. Ja. Wat we niet weten, is dat een handicap die je dan met training weer kan in orde brengen, dat weten we nog niet. Ja. Probeer de auto maar even zo half over het scherm te laten rollen. Ja. Mond zelf open uithangen. Ja, ja. Dit is ook wat ik bedoelde met een soort zombiekind. Ja. Het is wetenschappelijk bewezen dat te veel schermtijd de slaap van jonge kinderen verstoort en de taalontwikkeling afremt. Hersenonderzoeker Marion van den Heuvel maakt zich het meeste zorgen over de emotionele impact. Geen puzzel. Hè? Ja. Dus het kindje raakt overstuur, daar komt de telefoon. En nu wordt het kind niet getroost door de moeder of door de vader, maar door de telefoon. En leert zichzelf niet troosten. Leert zichzelf niet troosten, want troosten moet geleerd worden in interactie. Ja. En wat gebeurt er dan als je later ouder wordt? Een kind wordt een puber. En die puber die zal bijvoorbeeld gamen zien als troost. Waar is de parasol? De moeder haalt alles uit de kast. Ja. Oh, daar. Maar de tablet blijft in zijn hand. Dat is het allerlaatste filmpje geweest. Ja, dat is echt het laatste filmpje geweest. Je mag de tablet uit gaan zetten. Uit. Het wordt een strijd. Nee. Kom eens even, lieverd. Kijk eens. Probeer hem maar af te leiden met zijn lievelingsspeelgoed weer. Kijk eens hier. Kijk eens hier. Kinderen tot 1 jaar hebben gemiddeld 1 uur en 20 minuten schermtijd. Wat denkt u als ik dat zeg? Ik maak me dan heel erg zorgen. Zeker omdat er steeds meer bewijs komt hoe schadelijk het uiteindelijk is. Dat het echt effect heeft op je aandachtspannen. Op je emotieregulering, dat kinderen sneller woedeaanvallen kunnen krijgen. Dat impact heeft gewoon op je hersenen en hoe die ontwikkelen. Dus als we hier niet nu mee aan de slag gaan, dan hebben we straks niet eens een generatie die de aandachtspannen heeft om deze strijd aan te gaan. In Zweden is nu een nieuwe richtlijn. Tot 2 jaar helemaal geen schermen, verboden op kleuterscholen. Zegt u, dat is een deel van de oplossing? Absoluut. Ik denk echt dat dat een heel goed idee is. Dat is echt, dat je bij het consultatiebureau al hoort, hey, beter van niet. En dat we uiteindelijk daardoor ook gewoon elkaar erop aanspreken. Van, liever niet bij je baby in de buurt met een scherm. Eigenlijk een beetje te vergelijken met roken. We hebben daar ook ooit over gedacht, oh, dat is allemaal prima. Nu zeggen we gewoon, roken in de buurt van een baby moet je niet willen, moet je niet doen. Op initiatief van Kim van Sparretak is er een nieuwe Europese wet in de maak, de Digital Fairness Act. Techbedrijven worden dan verplicht om hun apps minder verslavend te maken. Maar ik denk ook dat we echt wat moeten doen aan gewoon de manier waarop ze gemaakt zijn. En nieuwe regels moeten hebben van hoe worden deze systemen gemaakt. Zorgen dat de meest verslavende functies verboden worden. En zorgen dat die grote techbedrijven echt gewoon hun verantwoordelijkheid nemen. En gewoon niet meer zulke verslavende apps mogen maken. Met de techlobby, die hier heel erg sterk is, weet je natuurlijk nooit of het ook echt helemaal gaat lukken. Het gaat gewoon keihard in op hun verdienmodel. Ze verdienen heel veel geld door ons verslaafd te maken. Ja, dus zij zullen er alles aan doen om die wetgeving tegen te houden, zegt u. Absoluut. Ja, maar u bent strijdvaardig, zo te zien. Nee, dit is echt, de komende 5 jaar wordt dit echt mijn belangrijkste strijd.